Voor mij gaat interne handelen heel erg over reflectie en dat probeer ik zelf ook zoveel mogelijk te doen. Ja, integriteit is voor mij heel erg dat het vooral gaat om de betrouwbaarheid van het werk wat wij leveren en van de wetenschap. We hebben daar vaak wel discussies over, want de AIO's die zitten aan het begin van hun carrière en die zijn ook wel heel erg gebrand op, ik wil hierna verder in de wetenschap. En dan is het belangrijk dat ik veel publiceer, dat mensen zien wat ik doe. Ik ben zelf natuurlijk ook AIO en ik herken een beetje het continuum, zeg maar. Aan de ene kant wil je heel graag goed werk afleveren, betrouwbaar werk afleveren. En dat vind ik ook heel belangrijk. Maar aan de andere kant is het soms voor jou persoonlijk in je voordeel om veel af te leveren. Maar er is eigenlijk helemaal geen criteria over wat de impact van dat onderzoek is voor de maatschappij of hoe ik dat gecommuniceerd heb. Ik denk dat dat echt hetgene is wat de verandering teweeg moet brengen. Is dat het inderdaad systeembreed meer een idee moet worden van er moet gewoon integer gehandeld worden in de wetenschap. Zodat ze zich ook kunnen ontwikkelen tot integere wetenschap.